Ondanks dat mijn week in grote lijnen vaak hetzelfde eruit ziet, vind ik het toch leuk om verschillende momenten vast te leggen. Dus hierbij een samenvatting van mijn week. We beginnen bij de maandag. Ik stond rond 7:00 op, maakte me klaar voor de dag. En voor mijn outfit had ik een cropped blazer aan die ik al lang niet aan heb gehad. En ik moet zeggen dat ik deze outfit nog best wel cute vind. Nadat ik helemaal ready was, haalde ik Milo uit de bench. En na het ontbijt werd het alweer tijd om naar werk te gaan. Op de maandag gaat Milo altijd mee naar werk, wat gezellig is, maar soms ook wel een uitdaging. Uiteindelijk had ik een prima werkdag met veel meetings en hierdoor ging de dag ook snel voorbij. We waren in de middag wel eerder naar huis gegaan en om die reden ging ik thuis nog eventjes verder aan het werk. En daarna werd het alweer tijd voor avondeten. En de rest van de avond spendeerde ik op de bank met een kopje thee en mijn laptop. En dat was alweer de maandag. Op dinsdag stond er weer werk op de planning. Maar voordat ik daar naartoe ging, deed ik eerst mijn haar en make-up. En koos ik natuurlijk een outfit voor de dag uit. En voor ontbijt had ik een broodje met ei en avocado. En nadat ik al mijn ochtendactiviteiten had gedaan, werd het tijd om naar werk te gaan. Ik had een aantal dingetjes op mijn to-do-lijst staan. Zo ging ik nieuwe uitingen designen en had ik wat meetings. Voor lunch hadden we een wrap met wat frietjes. En voordat ik het wist, was de middag voorbij gevlogen. En eenmaal thuis ging ik Milo aandacht geven en werd het alweer tijd voor avondeten. En voor de rest van de avond heb ik het redelijk rustig gehouden, want ik wilde even bijkomen van deze werkdag. Woensdag stond er veel op de planning. Ik stond als gewoonlijk rond 7:00 op, maakte me klaar voor de dag en na het uitlaten van Milo ging ik gelijk aan het werk. Ik werkte alleen in de ochtend, want ik had daarna een afspraak bij de kapper. We gingen met z'n drieën erheen, want onze kapper vindt Milo ook geweldig. En ondanks dat ik tevreden ben met de lengte van mijn haar, wilde ik er toch een ander model in hebben. Dus de kapster heeft curtain bangs en wat lager geknipt. En na de kapper gingen we nog een koffietje doen en kreeg Milo een puppuccino. Daarna ging ik door, want ik had afgesproken met een vriendinnetje en haar hond was ook mee. Even door Amsterdam gewandeld en toen was het alweer tijd om naar huis te gaan. Voor avondeten hadden we wraps met kip en in de avond ging ik een deel van een video bewerken en dat was alweer de woensdag. Donderdag werkte ik vanuit huis, maar voordat dat op de planning stond, maakte ik me klaar voor de dag, ruimde ik de was op en deed ik nieuwe was erin. En wanneer ik thuis werk, kies ik vaak voor een comfortabele outfit, want ik hoef natuurlijk nergens heen. Milo uit de bench gehaald, even ontbeten en toen ging Rits naar werk en ik ging met Milo even zijn ochtendwandeling doen. En om 9:00 werd het tijd om aan het werk te gaan. En ondanks dat op de bank zitten niet de meest productieve werkhouding is, vind ik het toch wel lekker. En ik was met een aantal social media posts bezig en tijdens het werk kwam Milo er ook eventjes bij liggen. Later op de ochtend kwamen onze boodschappen binnen, dus dat heb ik ook even opgeruimd. En toen werd het tijd voor lunch. Ik had noedels met ei gemaakt. Daarna ben ik weer aan het werk gegaan, had ik nog een online meeting. En na mijn werkdag ging ik mij omkleden, want ik ging namelijk samen met een vriendinnetje uit eten.
We gingen naar een Italiaans restaurant waar we verschillende gerechtjes gingen delen. En alles was zo smaakvol en ik heb echt enorm genoten. En toen ik naar huis ging, kwamen Rits en Milo mij ophalen bij de tramhalte. En kijk hoe enthousiast Milo kwam aanrennen. Vrijdag werkte ik een halve dag vanuit huis. Ik maakte me klaar voor de dag. En voor ontbijt had ik matcha en een cake die Rits eerder deze week had gemaakt. Na het uitlaten van Milo ging ik aan het werk. Ik had weer zin om vanaf de bank te werken. En mijn hondenkindje kwam er ook even bij liggen. En een van mijn werktaken voor deze dag was het creëren van een nieuwsbrief. Dus dat heb ik ook gedaan. Voor lunch had ik een broodje avocado met ei gemaakt en daarna ook nog een koffie. En ik had nog een beetje melk over, dus dat mocht Milo van mij opdrinken. Hij is echt een vuilnisbakje wat dat betreft. Hij vindt alles lekker. En later op de middag ging ik het huis een beetje opruimen en schoonmaken. En voordat ik het wist, was de middag alweer voorbij. Voor avondeten hadden we oedelnoedels met kip en teriyaki saus en in de avond ging ik nog even een video bewerken. En toen was het alweer weekend. In het weekend probeer ik altijd de ochtenden te beginnen met een workout omdat het dan lekker rustig is in de gym. Voor deze dag had ik niet echt iets op de planning staan om wat te gaan doen. En eigenlijk vind ik dat ook wel eens lekker. Het enige wat ik wilde doen was een home tour filmen en dat heb ik ook gedaan. Voor lunch haalden we kibbeling en haring bij de visboer. En na de lunch ging ik gelijk aan de slag met het bewerken van de home tour video. Ook kwamen er nog nieuwe knuffels voor Milo binnen. Deze knuffels bevatten geen vulling, dus dat is top voor als je hond heel erg van slopen houdt. En voor avondeten hadden we pasta met mozzarella en broccoli. En dat was alweer de zaterdag. En zondag stond ik met mijn goede gedrag weer lekker vroeg in de sportschool. Ik had weinig kracht, dus het werd een cardio sessie. En na mij klaar te hebben gemaakt en met Milo te hebben gewandeld, werd het tijd voor ontbijt. En dit ontbijt is echt een favoriet van mij geworden. Het zijn namelijk pannenkoeken. Eigenlijk een soort van fluffy pancake recept. En ik kan hier echt van genieten. Voor deze dag stond een bezoekje aan de IKEA op de planning. We keken even rond. Voor inspiratie gingen daar natuurlijk even lunchen en uiteindelijk viel het nog best wel mee wat we allemaal hebben gekocht. En de dag sloten we af met een lekkere maaltijd, namelijk mijn favoriet zalm teriyaki met rijst en broccoli. En de week is voorbij gevlogen, dus het wordt tijd voor een nieuwe.